Sinds 3 februari is er weer een nieuw seizoen van de NEC Buurt Battle van start gegaan. De komende maanden zullen diverse jeugdteams uit verschillende Nijmeegse wijken het tegen elkaar opnemen in de battles. En daar komt niet alleen voetbal bij kijken. Van wie is de NEC Buurt Battle een samenwerk? Dat is van Wij Staan Voor de Wijk, de maatschappelijke stichting van NEC onder meer. En van ook van Thales en heel veel meer. Dus Wij Staan Voor de Wijk samen met Futsal Shabab, Tandem en de straatcoaches. Dus eigenlijk 4 organisaties samen die dit organiseren. En tijdens de buurtbattle, ja, het draait niet alleen om voetbal, toch? Nee, je ziet ook 2 mensen langs de kant zitten. Dat zijn de tafelscheidsrechters die beoordelen op sportiviteit. Daar krijgen ze ook punten voor. Maar de kinderen kunnen ook punten in de wijk verdienen. Dus ze hebben onlangs met de wijkbeheerders van Portaal en van Thales, de woningcorporaties, hebben ze al om tafel gezeten en de jongerenwerkers en de straatcoaches. Om te bedenken wat ze zelf voor de wijk kunnen doen om hun eigen wijk ook leuker te maken. Wat ze zelf ook leuker vinden om het leuker te maken. En op het moment dat ze die klus gaan doen, dan kunnen ze van ons punten verdienen. En die punten zijn natuurlijk meer waard dan een wedstrijd winnen. Dus iedere pool, die zit vandaag is pool B gestart van de kleintjes. Iedere pool speelt 4 keer en op een wedstrijddag speel je 2 wedstrijdjes. Dat betekent dat je in totaal 8 wedstrijden speelt. Tegen andere wijken, uiteraard. En nou ja, goed, als je die wedstrijd hebt gespeeld, dan kun je in de finale komen. Dan hebben we nog natuurlijk een finale dag, een spetter in de finale dag. Die is in de Jan Bassekhal op 27 mei. En nou ja, dan wint dus degene die uiteindelijk het meeste punten heeft. Dus ook opgeteld de sportiviteit en dergelijke. Je hebt de categorie 9 tot en met 12, die zie je achter mij voetballen. Je hebt een categorie 13 tot en met 16. En je hebt de categorie 13 tot en met 16 voor de meisjes ook. Dus we hebben ook een meisjescategorie. Die beginnen zondag. Nou, dit is het 4e jaar dat we het organiseren. Het is eigenlijk, de kinderen zijn ontzettend enthousiast. En je ziet nu ook dat zelfs de begeleiders die voorheen meededen, dat die nu begeleider worden. Hè. Dat is al hartstikke mooi. We zijn met de KNVB in overleg om te kijken of we het zaalvoetbal naar een hoger platform ook kunnen tillen. Daar hebben we ook leuke plannen voor, ook om de scheidsrechters en begeleiders ook weer op te leiden en dergelijke. Ik zie daar heel veel toekomst in en het is ook... Ja, je ziet dat dingen steeds meer in elkaar grijpen. Hè. Dus ook de woningcorporaties, ze willen er wat mee. Echt in de wijk gaat het ook eigenlijk meer leven. Dat is heel belangrijk, denk ik. Dus het gaat eigenlijk steeds beter wat mij betreft. En het voetbal is daar voor ons natuurlijk maar een klein onderdeel van. Voor de kinderen zelf en de deelnemers is het natuurlijk heel erg belangrijk en terecht. En zoals Joep al zei, de buurtbattle doet al jaren veel voor de jongeren. En maakt van sommige deelnemers zelfs een goede begeleider. Waarom ben jij begeleider geworden hier bij de buurtbattle? Ja, nou eigenlijk was het, ik speelde hier eerst dan en toen was het project eigenlijk, toen was ik te oud geworden voor het project. Maar ik wou nog steeds iets blijven doen in de buurtbattle. En toen had Said, had hij mij dan iets als trainer, had hij gezegd van ja, wil je dat doen? En ja, daarom, ik zei ja, tuurlijk. Zo ben ik wel een beetje bezig met voetbal en zo en ja. En heb je een leuke groep die je mag begeleiden? Ja, zeker, zeker. Een leuke groep jongens. Tijdens de verschillende activiteiten die Wij Staan Voor de Wijk organiseert, worden de spelers vaak als rolmodel gebruikt. En ook zij vinden respect en fair play belangrijk in het team. Met hoeveel hebben jullie gewonnen? 5-1. Wie heeft allemaal gescoord dan? Hoeveel? Ik één keer, hij drie keer en hij één keer. En hoe gaat het hier met jullie als team? Is het een beetje een gezellige team? Ja, nu wel. Nu wel? Ja. Ja, eerst was ik keeper, maar toen ging het niet zo goed. Toen ging hij maar keepen. En dan ging ik spelen. Ja, maar jullie hebben echt een team spirit. Ja. Wel nee. Maar jullie zijn hier om te voetballen, maar toch niet alleen om te voetballen? Nee. Om te winnen. En liever kampioen te worden. We gaan voor je kampioenschap.